Welcome. This is the Lezen for the Ram. It is the week of the Twin Talk, Tutses, and Twin Talk. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. We gaan even kijken. Perfect timing om some sort of a verandering and transition te doen in je leven, okay? This is the correct timing for a move forward, okay? Now mensen kom achter en recognize en zie wat gebeurt. Now, in the center van de week heb je mee te maken met een waterman weeskool of tweelingvrouw. En dit is een vriend of een vriendin van jullie. En een tower moment komt op voor deze persoon. Deze vrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En hier de moeilijkheid met some sort of a vriendschap en geld komt tot een eind. Verdriet is hier voor deze ram. Waterman weeskool of tweeling. Van wekens door dat mensen recognize wat deze waterman weeskool of tweeling heb gedaan. Je winsten en droom worden in vervullen. En goed nieuws kom. Je krijgt goed nieuws van een vriend of een vriendin. Dat je krijgt heel veel geld terug. Oké. Okay? 966. 966. Er is heel veel 9 in deze week. Dat betekent 1, 2, 3, 4. 4, 9, 5, 9 in deze week. Dus, dames en heren, daar is een grote eind dat komt op in deze week, oké? Okay? 3 keer 9 is dat het is perfect timing voor some sort of a verandering in jullie leven, oké? Okay? Dus als je hebt bepaalde pattern, dat betekent dat je moet behind of that sort of a negative pattern dat je hebt en opnieuw kan starten. Dus je hebt 966, oké? Okay? Dat is zeer significant, maar hier heb je ook 1 keer 9, some sort of a situatie aan eind. Sommige van jullie misschien gaat een nieuw huis kopen of je besluiten om een nieuwe baan, een nieuwe career. Hier de eind komt. En zo is het onverwacht, oké? Dit is een situatie waar je bent echt onverwacht wat is gebeurd. Een eind met een relatie, een eind. Sommige van jullie kunnen weglopen van je vrouw of zo. Dat soort of a situatie. Of je vrouw neemt de kind en weglopen. Dus wees voorzichtig wat gebeurt. Dus op maandag, some sort of a onverwacht situatie op de workfloor of thuis. Dat eind some sort of a moeilijkheid dat jullie had gedragen voor some tijd. Dan hier. Dan mag weten dat dit is de energie van de vrouw. En sommige van jullie, je vrouw, some sort of a verdrietig moment voor jullie vrouw. Als je bent een man dat is getrouwd met een kreef vrouw, een verdrietig moment voor deze kreef vrouw, omdat mensen is nou achtergekomen wie deze persoon is en wat deze persoon heeft gedaan. Dan recognize wij dat hier verdrietig voor oude man, dus man 50 jaar en ouder, verdriet voor u en je vrouw, omdat mens is nou achtergekomen in een financial institution, dat u en je vrouw heeft iemand anders data en informatie verbruikt om some sort of a lening bij te komen. En nou mensen recognize, je vrouw is niet degene of deze kreefvrouw is niet degene die nou recognize dat jullie hebben allebei iemand anders data en informatie verbruikt om some sort of a lening bij te komen om a house te kopen of zo. En hier a tower moment omdat nou ze hebben bekijken documentatie en recognize dat de documentatie is niet van jou. Some sort of a data en informatie komt uit de week daarvoor. Mensen gingen even bekijken en recognizen dat een boodschappenpersoon had jullie geholpen om een heleboel geld te krijgen. Het tower moment komt nu op omdat jullie ram ouderman 50 jaar en ouder moet deze geld even gaan terugbetalen.
Dit is Mars in Ram. Mars in Ram. Dat betekent een huge tower moment. Je ziet problemen op de zaak. Problemen thuis. Onverwacht. Omdat mensen nou ging even kijken en recognize dat jullie mag man. Als jij werkt met een crave. Of a crave is your vrouw. Have gefraudeerd a corporation institution. Door valse documentatie. Waar een waterman weeskot of tweelingvrouw. Have jou geholpen daaraan. En have geld gekregen om de valse benodigdheid. En now it is so it says managers. Have some sort of a data informatie gekregen. En begin even te kijken. Precies wat is gebeurd. En die is nu ook te komen. Hoe jullie oude Ramman en hoe en Leo hebben geld gekregen om de volste benodigdheid. Dus het is een situatie waar whoever deze Leo is, Leo en de Virgo, wie zijn vrienden, ga je opgeven en zeg, hey, deze waterman weeskal of tweelingvrouw, Have Ramman geholpen om een heleboel geld bij te komen. Dus mensen nu recognize dat jullie Ramman is niet de eigenaar voor een zaak. En neither is jullie Ramman de eigenaar. Je gebruikt iemand anders data en informatie in order om een zaak bij te komen. En ook, ook een huis. Some sort of a hypotheek dat je heeft aangevraagd door de verbruiker van iemand anders data en informatie. En nu ze gaat even terugkijken aan een contract en recognize dat de contract was gefraudeerd. Okay? Die gaat nu recognize dat iemand anders zat aan een contract en de contract was gefraudeerd. It's a zeer deceptive situatie dat jullie ouder Ramman heeft gedaan en een huge tower moment komt op voor jou. En ik zie heel veel mensen worden blij dat het is gebeurd. Want het is zo, het is. Mensen recognize dat jullie Ramman hebben dit vaker gedaan bij kennis. Je ging even geld lenen van vrienden en kennis. En nu ze komen achter. Dat je verbruikt data en informatie van andere mensen. En nu gaat ze weten dat je had in een kennishuis ingebroken. En dat is hoe je komt ook. On some sort of a documentatie en informatie. Omdat de documentatie en informatie was op de computer of in de huis van iemand. En jij hebt degene omdat jij had problemen waar de bank. In 2010, 11 had je huis opgesloten vanwege dat je had je hypotheek had niet betaald. Je vrouw had iemand gebeld en vertel over het probleem. En dan heb je in een kennishuis ingebroken en ze data en informatie gefalsificeerd en dan gebruik iemand anders. Ze doet zo, het zegt dat is de vrouw. En nou de waarheid is nou boven water gekomen wat je heeft gedaan. Dus ik zie dat de maag en de leeuw gaat samenwerken om jouw teken te werken van wekens dat jij hebt. Een leeuw en de maag in de problemen gekomen en een leeuw en de maag gaan jullie oude Ramman opgeven. Dus ik zie heel veel mensen, hij is zeer blij. Dat de informatie is uitgekomen. En deze mensen is zo, het is, ja, we laten het los. Dus voor meer zelf van jullie Ram, vrijdag is een goede dag. Vrijdag krijg ik het te horen over geld dat een waterman en een boodschattermens heeft moeten uitbetalen en had niet uitbetalen en mensen komen daarachter. Problemen met vrienden met heel veel geld. Oké, okay, jullie, sommige van jullie hebben de problemen met vrienden en heel veel geld. En het heeft mee te maken met de Ramman, 50 jaar en ouder. Voor de rest van jullie zijn goed. Maar ouder man
50 jaar en ouder, zeer groot problemen met vrienden, heleboel geld, een zeer touwe moment, verdriet voor u, maar verdriet voor u en je vrouw en de kinderen, omdat iedereen komt achter wat je hebt gedaan. Ik zie dat mensen worden succesvol omdat de zon is niet in Ram. De zon is niet in Ram en daar is Mars in Ram. Dus dit ziet niet zo goed uit voor getrouwde Ram mensen. Het is niet een positieve weg. Heel veel ruzie problemen. Okay? En vrienden is blij dat mensen komen achter de type dat je bent. Van wekens door dat jij heeft heleboel problemen met vrienden, kennis en geld. Heel veel mensen is blij en goede nieuws komt, omdat mensen recognizen dat jullie oude Ramman heeft samengewerkt met een tweelingvrouw om heleboel geld op te nemen om de valse benoordelijkheid en have creëren heel veel leugens en deceptiveness. En de Leo gaat samenwerken met een maag en gaat vertel alles. Een huge double moment. Ik zie dat deze mensen zijn blij dat eindelijk ze is verlost van jou. Dus ja, het is een vreselijke week voor oude Ram, zakelijke man, oude Ram man, omdat mensen is nu achtergekomen precies wie je bent en wat u en je vrouw hebben gedaan. En hoe u en je vrouw hebben aan de mensen verbruiken en heel veel geld uitgeleend om de volste benodigdheid. Ik zie dat jullie man had geholpen op vrijdag om some sort of geld te krijgen en het gaat niet lukken. Voor de rest van jullie ram mensen, financial stone of help, of het is meer dat de vriend kan je terug betalen, oké? En dat is best wel positief. Het is een goed week voor meestal van jullie ram, maar oude ram man dat is getrouwd met de kreef, het is geen positief week. Van wekens daar, iedereen nou komt achter de fraudeer dat je bent. Namaste.